Vorige week was het zonovergoten zomerweer. En de opbrengst van zonne-energie kwam dan ook ruim boven het gemiddelde uit. Maar liefst 935 gigawattuur over die hele week. En normaal gesproken is dat halverwege juni zo'n 680 gigawattuur. Wat wind betreft viel het een klein beetje tegen. Dat kwam onder het gemiddelde uit. En we laten dat volledig zonnige weer laten we deze week achter ons. We hebben een beetje met een weersomslag te maken. Er gaat ook eindelijk weer wat regen vallen. De hoeveelheid zonneschijn gaat naar verwachting iets onder het gemiddelde uitkomen. En ook wat wind betreft blijft het heel erg rustig in de atmosfeer. Die warme, droge oostenwind met weinig bewolking die zijn we kwijtgeraakt. De wind komt nu juist meer uit een zuidwestelijke of westelijke richting. Maar voor de windparken aan de kust, langs het water, maakt dat niet zo'n heel groot verschil. Want de wind blijft over het algemeen toch wel een beetje onder dat gemiddelde uitkomen. Meestal maar windkracht drie of vier. En vanuit die zuidwestelijke richting worden er af en toe ook buien aangevoerd. Omweersbuien zorgen ervoor dat de zon een tijd schuil gaat. En dat er ook veel bewolkingsresten om die buiengebieden heen de zon behoorlijk tegenhouden. En pas aan het einde van de week gaat de invloed van hoge drukgebieden vanuit het westen geleidelijk weer wat toenemen. En dan krijgt de zon een groter aandeel in het weerbeeld. En dan Blijft het wat wind betreft ook heel rustig in onze atmosfeer? Dat levert voor de komende dagen dan het volgende plaatje. Op dinsdag op zee nog wel redelijk wat wind. Boven land valt de opbrengst van de windmolens al behoorlijk tegen. Vanuit het zuiden trekken er buien en ook veel wolkenvelden over. Dus de hoeveelheid zonne-energie valt op dinsdag ook een beetje tegen. Op woensdag is er al iets meer ruimte voor de zon. Dan neemt de buienkans ook wat verder af. Dan is er tijdelijk ook even iets meer wind. Dus de windmolentjes zijn. Zijn wat groter op de kaart geworden. Naar de dagen daarna zwakt de wind weer helemaal af. Donderdag nog redelijk wat wolkenvelden, maar vanaf vrijdag neemt de invloed van hoge drukgebieden weer wat toe. En dan gaat de opbrengst van zonnepanelen ook geleidelijk weer wat oplopen. En de vooruitzichten voor het weekend, wat daarop volgt, zien er ook weer vrij zonnig uit. Dus aan het eind van de week komt het met de zonne-energie toch nog een beetje goed. Dan nog even de tip van deze week: want er is iets meer bewolking. Af en toe valt er wat regen, en dit is dan het ideale Moment om je zonnepanelen te reinigen. Want aan het einde van de week gaat het weer zonnig worden en dan is de opbrengst met schone panelen natuurlijk weer een stukje groter. Dan wens ik u een mooie week.